De manier van poedercoating is anders dan traditioneel. Het houdt in dat wij op een verwarmd oppervlak spuiten. Dat heeft ook het voordeel dat we meerdere lagen kunnen aanbrengen en daardoor ook grotere eindlagen kunnen bereiken, waardoor we betere chemische resistentie hebben van het product. Bij Kersten Kunststof Coatings brengen wij coatings aan op metalen met thermische processen. Dat doen wij om bepaalde eigenschappen toe te voegen aan het metaal. Dat kan zijn corrosiebescherming, dat kan zijn non-stick eigenschappen, dat kan zijn antistatisch. Als producten bij ons binnenkomen, worden ze eerst geïnspecteerd om te kijken of de producten bekledingsgeschikt zijn, of afrondingen goed zijn en of de materiaalgesteldheid geschikt is. Als het geschikt is, dan worden de materialen gestraald. Afhankelijk van het product kunnen we een bepaalde ruwheid daarmee creëren en ook een bepaalde reinheid. Als dat gedaan is, dan gaan we verder met het proces. Dat proces kan zijn wervelsinteren of elektrostatisch poederspuiten. Wervelsinteren is de techniek waarbij coatings worden aangebracht in een dompelbad. Dat betekent dat onderdelen worden voorverwarmd op een bepaalde temperatuur. Dan hebben we een bad met poeder, drilzand, en dat poeder houden we in werveling door de poreuze bodem lucht te blazen. En door die warmte uit het metaal sinteren die poederdeeltjes samen tot een poriëndichte laag. Elektrostatisch poederspuit is een manier om coatings aan te brengen met een elektrostatisch poederspuitproces. Wij werken daarbij op een iets andere manier dan traditioneel. Wij verwarmen het metaal voor, komt uit de oven en dan brengen wij de poederlaag aan. Wij zijn dienstverlener. Dat houdt in dat we met onze coatings eigenschappen aanbrengen op de producten van onze klanten. Dat betekent dus dat we geen eigen product hebben. Nou, we kunnen kleine producten en grote producten bekleden. Kleine producten kunnen we ook bekleden middels het wervelsinteren, maar ook elektrostatisch poederspuiten. De toekomst zien we heel positief. We willen graag autonoom verder groeien. We zijn op dit moment ook druk bezig in Duitsland in onze andere vestiging om daar een nieuwe hal te bouwen. Om die manier nog breder en nog actiever in de markt te kunnen staan.